Nick Borgman, een nieuwe doelman bij Hoogeveen en een doelman uit het keepersnest. Ja, klopt. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Nee, samen met mijn broertjes en mijn vader vormen we dat nest. Ja, dat klopt. Hoe is dat ontstaan bij u? Je zegt al, hè, je vader was keeper. Bij Dalen? Ja, bij Dalen eerst. Mijn vader heeft eerder bij Prodos gekiept in het eerste. En, toen we klein waren, werden wij daarmee opgegroeid, zeg maar. Moet ik me nou voorstellen dat je ziet je vader keeper en hij denkt van, dat wil ik ook? Ja, zo. Ja, precies zo. Ja. En was hij ook een type die met jullie gewoon, bij wijze van spreken, in de tuin er al mee bezig was? Ja, nou, zo erg was het niet, maar ja, we vonden het zo leuk om onze vader zo te zien keeper. Dus wij wouden dat ook graag. Wat was een moment dat je zelf het gevoel had van, goh, ik kan verder komen? Hè? Want er kwam uiteindelijk belangstelling van die BVO's. Ja, nou, dat was, ik ken Nico, onze trainer van volgend jaar, die ken ik dus al een tijdje. En mijn broertjes hebben al een aantal keren toen met Emmen mee getraind. Dus op een gegeven moment kwam ik ook bij Emmen en hij zei van, wil je graag mee naar Zwolle? Nou, dat heb ik toen toegezegd. Nico, je hebt er dus ervaring met hem. Van, wat maakt het voor jou een goede trainer? Ja, Nico is gewoon, ik kan gewoon heel goed met die man vinden. Hij zegt gewoon waar het op staat en zo is het gewoon. En daar hou ik van. Zo ben ik zelf ook. Is ook iemand die een beetje de sfeer kan maken? Ja, zeker weten. Die voelt precies aan wanneer er wat moet gebeuren. En daar ben je gewoon nodig. Even naar je tijd bij PEC Zwolle, want ja, je twee andere broertjes die speelden er ook. Dat moet wel heel bijzonder zijn geweest. Ja, nou, ik vond het echt heel bijzonder. Ik denk nou aan het begin, ik begon er. Toen kwam mijn middelste broertje Kevin, die kwam erbij en dan de jongste. Ja, het was echt een hele mooie tijd daar. En, hoe was het voor jou qua vervoer? Was het allemaal een beetje op elkaar afgestemd? Of? Ja, op zich wel. Het viel mee. We woonden nog 5 minuten lopen van het station af in Dalen, dus dat ging op zich wel prima. Dan konden we op de trein stappen en zo naar Zwolle toe. Eigenlijk heb je natuurlijk ook denk ik wel bij PEC Zwolle een enorme ontwikkeling zelf doorgemaakt. Maar ik denk dat je ook die hele club hebt zien groeien. Hè? Want het verhaal van het eerste elftal is bekend. Maar ook de jeugdacademie maakt enorme stappen. Ja, nee, dat zeg je inderdaad goed. Ik heb echt precies naar de tijd waar ik heb gezeten. Van FC Zwolle naar PEC Zwolle. Dat heb ik precies meegemaakt. Dat was echt geweldig om mee te maken. Ja. Wat zijn de belangrijkste dingen die je daar geleerd hebt? Ja, echt. Ik begon daar echt als een amateur kwam ik binnen, zeg maar. En ik heb er echt de fijne kneepjes heb ik van de trainer, van Nico, van de keeperstrainer, Siert van den Berg. Van alles heb ik daar geleerd. Nou, Ron Jansen heb ik ook mee mogen werken nog een tijdje. Dat was heel mooi. Dat moet voor jou wel bijzonder zijn geweest. Ja, dat was heel bijzonder. Ik heb er echt heel leuk naar gekeken toen. Ja. Uiteindelijk vorig jaar bij FC Groningen gespeeld in de beloften. Was de reden destijds van de overstap? Ik had een kruisbandblessure gehad. En, toen de tijd hebben ze mij bij Zwolle gezegd van je mag nog een jaartje blijven, maar dan zal dan dezelfde positie zijn als het jaar ervoor. Nou, en dat, ik snapte aan de ene kant wel, maar ik wou voor mezelf ook naar een club waar ik weer mijn stapjes kon maken, zeg maar. En FC Groningen was voor mij toen de keuze geweest. Ja, en dat is ook geen verkeerde club. Nee, in dat opzicht was het wel een stap vooruit in principe, ja. Veel gespeeld vorig jaar? Nee, dat niet echt. Aan het begin... begin eigenlijk niet en op een gegeven moment 5-6 wedstrijden achter elkaar en dan heb je te maken met een tweede keeper die moet spelen van de hoofdtrainer en zo gaat het gewoon . En dan weet je op een gegeven moment ook wel een beetje hoe laat het is? Ja, dat ook. Nou, ik heb in principe mocht ik blijven, maar ik heb toch gekozen om een stapje terug te doen en toch weer zorgen dat ik ga spelen volgend jaar. Ja. Was er belangstelling van meerdere clubs? Ja, er waren meerdere clubs, dat is ook... Dat had ik ook wel verwacht in principe dat er meerdere clubs zouden zijn. Kies je dan misschien min of meer een beetje op 7 omdat je Nico Haak kent en misschien niet te hoog wilt instappen ook weer? Want ja, ook bij de tweede divisionist of een derde divisionist als een Harkemaanse Boys, de concurrent je groot. Nee, klopt. Ja, precies. En daar heb ik gewoon alle clubs heb ik op een rijtje gezet. En, de gesprekken aangegaan, ook met Nico. Ik zeg van dit en dit is het geval. En zo bij Hoogveen terechtgekomen. Ideaal plaatje voor jou, denk ik, nu even wat stapjes terug en dan weer uiteindelijk weer vooruit? Ja, in principe wel. Dat is wel mijn insteek. Ik wil nu een stapje terug doen om weer in de picture te spelen. En dan gaan we kijken of ik weer die stapjes vooruit kan maken. Ja, en hier heb je natuurlijk ook een goede concurrent met Raymond Beemens natuurlijk. Hè, die al bijna 400 wedstrijden in dat eerste elftal speelt. Dat zal nog een lastige klus worden om die eruit te kiepen. Ja, dat denk ik ook. Maar ja, we zullen het zien in de voorbereiding hoe dat gaat. En ik heb er hartstikke veel zin in.